welkom bij een nieuwe vlog van Casual Chic bij Virginie. En vandaag zijn we zaterdag. Vandaag ga ik een beetje vlogs monteren. Een beetje kijken of ik kleren kan verkopen. Want ik heb veel te veel en super weinig plaats. Dus ik ga een beetje op United Wardrobe zetten. Dus neem zeker eens een kijkje. Komt ook zeker nog op mijn Instagram story. Dus jullie zullen dat zeker nog te zien krijgen. En dan moet ik om 3:30 naar school gaan. Want het is open schooldag. En daar moet ik samen met Anaïs even staan. Tot 6:00. En dan ga ik naar mijn vriend. En dan gaan we wel nog zien of dat we naar de voetbal gaan of niet. Of dat te koud is of niet. En anders kijken we thuis naar de voetbal. En nu ga ik een beetje vlogs monteren. Ik heb nog geen make-up op zoals je kunt zien. En ik heb weer droge plekken. Ik kom daar echt zot van. Lekker cozy, lekker casual. Not. Ik heb gewoon een t-shirt aan van... Oh shit, wat is dat nu weer? Is Skylit? Nee, ik weet het niet meer. En dan staat erop Je ne comprends pas. Mijn shortje waar ik mijn 100 dagen mee gedaan heb. Omdat dat super comfy is. En dan mijn cute sokkies. Ze moeten echt wel in de was. Mijn mama is thuis gekomen van de winkel. En ze heeft de beste koekjes meegebracht. Unicorn cookies. En dat is echt met zo'n chocolade. En echt wel in een vorm van een eenhoorn. Super lekker. En natuurlijk ook een roze. Op die zit zo suiker precies. Dit is de verpakking. Life is magic with sugar crystals. Het is echt wel zo'n klein zakje, dus super makkelijk. En hier ben ik al van beginnen eten. Oké, het is al bijna 1:00 en ik ga nu zo'n goede vette mozzarella pizza eten. En nu ga ik even doordoen tot straks. En dan ga ik klaarmaken om naar de open schooldag te vertrekken. En het weer buiten ziet er al veel beter uit. De sneeuw is allemaal weg. Dus ik ben echt content. Allee, ik ben al blij dat het meeste weg is. Mijn vlog staat eindelijk online over mijn 100 dagen. Dus ga zeker eens een kijkje nemen. Ik ga mij dan beginnen klaarmaken. Ik heb ineens echt zo'n piekenvel. Oh, het is hier zo koud ineens. Dan ben ik gewoon weer al moe. Maar dus, ik ga nu, hoe laat is het? 2:55. Ik moet binnen een uur en een half op school zijn. Ik moet nog eerst eens kijken wat ik ga verkopen van kleren. Foto's van trekken op mijn Instagram story zetten. En dan zie ik nog wel hoeveel tijd ik over heb. To anywhere, maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Or any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. But me, myself, I got nothing. Als ik morgen bij mijn vriend ga, moet ik ook echt wel op alles voorzien zijn. Wat zeg ik morgen bij mijn vriend? Ik bedoel vanavond bij mijn vriend. En morgen moet gaan werken. Maar nu komt probleem nummer 2. Waar heb ik mijn badge gelaten? Fuck, fuck, fuck. Dat zorgt voor serieuze troubles. Waar heb ik dat spel nu weer gedaan? Verlies mijn badge echt om de weer schieten. Nee, ik denk dat ik dat weet. Ik ga beneden liggen. Oké, problem solved. Dus, handbag, phone en mijn zonnebril en een verzonnenboek. Mannekes. Got everything. Oké, en ik ben toegekomen op school with Annie Joan. Annie Joan or Annie's. 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 En het is hier eigenlijk echt wel rustig. We zitten een beetje verstopt. En ik ga jullie straks onze stand tonen, wat dat wij allemaal verkopen. Let me show you something. Anaïs is gaan shoppen. Nee. Ja, ik ga dat tonen. Maar nu ga ik iets tonen van Virsch. Wat?
She bought a Marcus Spermery. Spermery. Kijk, goede perfume. Ik zal ook eens doen, maar ik heb gekocht in de Primark. En de Primark. Ta-da-da-da. Pretty. Look how beautiful. It's unicorn fever. Yeah, that's unicorn brushes. And I'm loving it. Moet ik mijn jump doen? Ik kan iets, mensen. You won't see it. Zie je dat? Ja. Just do it. Ja, yeah, just do it. Oh my god. Dat is echt een move, by the way. En nu zitten wij hier tot 6 uur en even checken hoe laat het is. Oei. Dat is spiegelbeeld. Het is 16 uur 17. Yep. Dus wij zitten hier nog. Lang. Nog very, very long. We are such great friends. Yes. Mag ik eigenlijk eens kijken hoe mijn poep is op camera? Maar moet dat... Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. For some food. Food is life. Yes, it is. Oh my god. So fucking delicious. Oké, ik ben terug van mijn werk. Het was redelijk druk, omdat we ook een kidsactie lopen hebben. En ik mocht wel vroeger naar huis. Dus ik ben wel blij dat ik nu thuis ben, want ik ben echt wel super moe. En ik wil nog super graag in bad. Dus ik ga ook een badje nemen, subiet, na het eten. En dan ga ik ook verder doen met mijn United Wardrobe aan te vullen. Want ik heb nog een hele nest die ik erop ga zetten. Het zijn zowel zomerkleren als winterkleren. Dus hou zeker mijn United Wardrobe account in de gaten. Dan ga ik ook mijn kamer een beetje opruimen, want het is weer een stort. As usual. En dan ga ik mij in mijn bedje leggen en ga slapen, denk ik. Want ik ben echt moe en ik heb een drukke week die te wachten staat. En ik zal wel zien. Ik ben al volledig in Sunday mood met mijn hoodie van Only, pyjama broek van de Primark en mijn sletjes opnieuw. En ik heb in een rapte vlug wat opgeruimd. Ik heb terug mijn tutu chic leren mooi op kapstokken gehangen. Al mijn t-shirts hang ik altijd op zo dunne kapstokjes, zodat ik dat makkelijk terugvind.
En de rest dan op gewoon houten kapstokken. Dit zijn ja, de knijperkes, omdat ik die rokken moeilijk ja, op een kapstok, zo'n kapstok kan hangen. Dus hang ik dat op zo eentje. En ik ga zo blij zijn als ik mijn collectie weer kan aanvullen. En daar heb ik ook een beetje plaats in nu. Je ziet dat ik veel meer ruimte heb. Dus ik heb er wat dingen uitgehaald die ik niet meer ga gebruiken. Maar mijn sweaters blijven toch nog altijd in mijn kast. Die kan ik echt niet zomaar wegdoen. Maar ik doe wel deze weg van Tutu Chic. En deze unicorn clutch, by the way. Met deze verkoop ik. Ik heb die eigenlijk echt 2 keer aan gehad om te gaan werken of zo. En dan voor een foto ook een keer. Dus eigenlijk is die echt wel bijna gloednieuw. Het is maatje smal. Want hij valt redelijk groot. Maar ik vind hem echt wel, allez, mooi. Dus het doet wel pijn om zo een stuk zomaar te verkopen en weg te doen uit mijn collectie. Maar ja, soms moet je keuzes maken. En dat is ook zo bij deze. Dus deze doe ik ook weg. Dat is zo een blouseje. Je kunt er wel doorkijken. Dus je moet zeker een topje dragen eronder. Maar dat is ook wel tof met de pareltjes. En het hondje. En deze is in een medium. Maar die valt eigenlijk echt wel als een small. Want voor mij zit die echt al krap. Dus, en dan deze bontjas. Maar als jullie meer willen zien, moeten jullie naar mijn United Wardrobe account gaan en daar bieden. Dus zoals ik al zei, op United Wardrobe verkoop ik dus mijn kledij en ga ik vanavond ook nog meer kledij opzetten en waarschijnlijk ook schoenen. Dus wie interesse heeft voor schoenen, just comment onder de video en zeg mij wat je mooi vindt en dan stuur ik jou een berichtje. Of ga gewoon naar United Wardrobe. Gisteren ook dit ontvangen en ik heb wel een beetje schrik om het te gebruiken. Het is eigenlijk zo een poeder waar dat dan chocomelk wordt. Dan gaat je haar daar ook sneller van groeien. Dat is goed voor 1 maand dat zakje. Dus ik ben wel benieuwd. Als het werkt en ik zie echt al een verschil, dan ga ik dit zeker promoten. En ga ik jullie zeker aanraden om dit ook te kopen. Want mijn haar groeit gewoon echt super traag. Ook gewoon dat mijn haar terug wat langer wordt en wat volume in komt. Want nu is het echt wel, het is boring om den duur. Ik ga hier afronden en I hope you like it. Als jullie deze vlog leuk vonden, mogen jullie zeker thumbs up doen. En mogen jullie altijd abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik ga nu slapen en see you guys in the next vlog. Bye bye.